Welkom bij deze editie van Magic Mondays. En je mag je ogen sluiten en een lekker plekje zoeken om niet gestoord te worden. En vandaag gaan we kijken. Nou, ik ga het ook niet verklappen. Ga maar gewoon lekker zitten of liggen. Sluit je ogen. En neem de tijd om bij jezelf te komen. Meer en meer bij jezelf. Nou, we gaan, nu moet ik het toch wel zeggen. We gaan kijken naar je mindset. En je mindset is niets anders dan alle overtuigingen, alle gedachten en alles wat je over jezelf denkt en gelooft. En stel je voor dat je voor je een bol ziet die jouw mindset symboliseert. En kijk daar eens naar. Hoe ziet die bol er dan uit? Heeft hij een bepaalde kleur? Heb je er een bepaald gevoel bij? Wat komt er bij je op? Een bepaalde energie? Krijg je een positief of een negatief gevoel erbij? Oké. Nou, en natuurlijk heb jij misschien ook al wat vaker over je mindset gehoord. En is jou altijd geleerd dat je mindset kunt veranderen door je gedachten te veranderen. Maar eigenlijk is dat de grootste mindfuck ever. Door elke keer namelijk je mindset te willen veranderen en een gedachte als ik ben succesvol, ik heb zoveel volgers, ik voel me energiek, ik noem er maar een paar. Daaronder zit eigenlijk een gedachte dat je niet goed genoeg bent. En dat je dus via je mindset wat moet veranderen. En dat is niet waar. Dus wat we nu gaan doen, is die mindset gewoon in één keer opblazen. Laat dat beeld van die bol voor je gewoon in één keer verdwijnen. Oké. En dan ontstaat er ruimte. En dat is eigenlijk wat je bent, ruimte. En kan je ontspannen zijn en kan je jezelf zijn in elke situatie? Dat is eigenlijk het ultieme mindsetwerk. Kan je ontspannen zijn als het niet lukt? Kan je ontspannen zijn en jezelf waarderen als je misschien niet op het gewicht bent waar je bent? Of dat je niet de droombaan hebt die je wil? Of dat je een slechte dag hebt? Dat je een conflict had met je collega en je had anders willen reageren. Of dat je thuis ruzie hebt of dat het even niet lekker loopt in je leven. Kun je ontspannen en relaxed zijn in jezelf? En ik weet dat dit heel veel oproept, want het klinkt heel gek. Maar als je dat kan, en we gaan dat zo nog even doen, dan hoef je niks meer aan je mindset te doen. Maak de ruimte voor jezelf gewoon groter. Stel je dat voor. En voel dat het altijd goed is. Want jij, de veiligheid zit niet in iets buiten jezelf, maar altijd in jezelf. Weet dat wat er ook gebeurt om je heen, jij altijd sterker bent. En je kunt er altijd voor kiezen om je goed te voelen. En laat dat goede gevoel nu door je stromen. En je hoeft niet te denken aan iets wat je moet veranderen. Jij verandert door je gedachten over de situatie te veranderen. Alles is goed zoals het is. En tank dat gevoel helemaal in je op. Voel het helemaal door je heen gaan. In elke vezel en elke cel van je lijf. Oké. En als je dat gedaan hebt, dan mag je je weer wat bewegen. En je ogen openen.
En weet dat het altijd goed is, waar je ook staat. En de verandering nooit zit in het veranderen van jezelf, je uiterlijke omstandigheid, maar binnen in jezelf. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Bye!